Goedemorgen marketeers en communicatieprofessionals. Met mij vandaag is Marika van Zouw van BNP Paribas Cardiff. Goedemorgen. Goedemorgen. Marika, je hebt recentelijk de verzekering talent van het jaar gewonnen. Ja. Misschien kan je vertellen wat dat inhoudt en waarom heb je die gewonnen? Ja, de award voor het verzekeringstalent van het jaar is een prijs die uitgereikt wordt op jaarbasis in de verzekeringsbranche. En voornamelijk gefocust is eigenlijk op vernieuwing in de branche, omdat dat momenteel natuurlijk een cruciale succesfactor is. En in 2010 heb ik, doordat ik heb laten zien dat ik vernieuwing aanjaag, heb ik die award gekregen. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Vernieuwing in de branche, jullie zijn een heel traditioneel branche, de financiële branche. Maar je hebt toch voor elkaar gekregen om een paar vernieuwing met gebruik van nieuwe media. Ja. Kan je heel even vertellen wat voor media en hoe zet je de media in? Heel even. Nou, onze belangrijkste focus is eigenlijk transparantie en het gebruik van nieuwe media om vooral op allerlei mogelijke manieren zo laagdrempelig mogelijk te werken. Zowel met onze distributie, traditionele tussenpersonen, als de consumenten daarachter. Ja, en waarom was het belangrijk element van de hele mix? Ja, het is eigenlijk om verschillende redenen. Op de eerste plaats omdat natuurlijk door de hele vertrouwenscrisis in onze sector transparantie en het makkelijker maken van contact echt een superbelangrijke factor is in het uiteindelijk terugwinnen van het vertrouwen van consumenten. Dus dat was voor ons eigenlijk een hele belangrijke drijfveer. Aan de andere kant zoeken we naar efficiëntie. Oké. Ga je vertellen? Waarom is het efficiënt? Ja, er zijn in Nederland nog altijd duizenden tussenpersonen die voor ons allemaal belangrijk zijn. Maar de traditionele manieren om relaties op te bouwen met tussenpersonen veranderen heel sterk. Doordat eigenlijk de dynamiek in die distributieketen ook sterk aan verandering onderhevig is. Dus we zoeken steeds opnieuw naar manieren om samen te werken met tussenpersonen op een efficiënte manier waar we vanuit beide kanten van de keten optimaal gebruik van kunnen maken. Oké, dus tussenpersonen zijn jullie belangrijkste doelgroep. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat die doelgroep, de tussenpersonen, zijn niet zo heel erg actief online of tenminste met social media. En je ging toch die weg kiezen, waarom? Ja. Nou, omdat de consument achter de tussenpersoon zich wel degelijk beweegt op social media. En zeker in de toekomst zullen tussenpersonen veel meer gebruik moeten maken van social media en nieuwe manieren om die consument aan zich te binden. Wij zijn ervan overtuigd dat dat de weg is waar het op gaat als het gaat om communicatie in de financiële dienstverlening. En we hebben ervoor gekozen om, ondanks inderdaad wat jij aangeeft, het feit dat tussenpersonen wellicht niet de meest geavanceerde nieuwe mediagebruikers zijn, toch daar onze strategie op aan te sluiten. Ja. En even naar de huidige wetgeving, is weer verandering in, in jullie branche. De tussenpersoon mogen niet meer een bonus of commissie van jullie ontvangen. Dus hoe verandert dat in de opzicht van de social media? Waarom is het social media nu belangrijker geworden? Het is een hele wezenlijke verandering in onze distributieketen. Inderdaad, wat je zegt, vanaf 2013 zijn provisies gerelateerd aan verzekeringsproducten, als het gaat om complexe producten, verboden. En dat betekent eigenlijk dat de hele dynamiek in die distributieketen verandert. De macht komt echt veel meer bij de consument te liggen. En de rol van de tussenpersoon gaat zich veel meer richten op de inhoud van het advies. En zeg maar de manier waarop je op lange termijn ook bezig kunt zijn met financiën en keuzes die je daarin maakt. Nou, ik ben ervan overtuigd dat social media, als je die daarvoor slim inzet, een hele belangrijke ondersteunende rol kunnen spelen. Dus jullie gebruiken al social media om niet alleen maar met jullie echt doelgroep of de voornamelijkste doelgroep te gaan communiceren, maar ook met de einddoelgroep en dat is de consumenten? Ja, steeds meer. Binnen die nieuwe ketenverhouding zullen wij als leverancier van een specifiek product ons echt richten op de inhoud en de kwaliteit van dat product en de manier waarop dat product optimaal zeg maar zijn werking vindt. Dus social media, heel gespecificeerd op dat onderdeel, dat zal absoluut een toegevoegde waarde krijgen. Interessant. En een van de grootste uitdagingen voor ons allemaal is
en buy-in voor dit soort campagnes of dit soort investeringen te krijgen binnen de management. Ja. En als ik praat met andere collega's binnen de financiële sector, is het nog moeilijker vanwege legal issues. Hoe is het bij jullie gegaan? Nou, het was absoluut wel, moesten er een aantal drempels genomen worden. Voornamelijk echt vanwege dat vertrouwensaspect en ja, het feit dat het toch wel vrij delicaat is om alle barrières om te communiceren weg te nemen. Want dat kan natuurlijk ook best wel negatieve communicatie oproepen. Maar we hebben toch al heel snel gezegd dat dat ook versnellend kan werken door te laten zien dat je transparant bent en dat je benaderbaar bent als producent, zeg maar, van een financieel product. Dan laat je ook meteen zien dat je open staat voor alle vormen van feedback. En ja, onze directie heeft dat toch wel heel snel omarmd. Oké. En hebben jullie, moesten jullie eigenlijk komen met bepaalde resultaten voor verschillende campagnes? Is het meer omdat nu is het alles meer meetbaar, zeg maar? Mm-hmm. Was het een punt? Nee, onze belangrijkste motivatie, zeker in de afgelopen 2 jaar, is geweest het herwinnen van het vertrouwen. En alles wat daar zichtbaar een bijdrage aan kan leveren, wordt als een toegevoegde waarde gezien. Dus eigenlijk, als ik goed begrijp, de hele vertrouwencrisis in jullie branche heeft eigenlijk gewerkt als een accelerator. Absoluut. Om nieuwe dingen te gaan proberen. Ja. Okay. En aan de ene kant is het natuurlijk, zou je kunnen zeggen, vervelend dat er eerst een totale crisis moest ontstaan voordat er iets in beweging kwam. Ja. Maar anderzijds kun je dan nu ook stellen dat het in ieder geval de sense of urgency heeft verhoogd. Okay. Ja. En Marika, jij gaat op de B2B Marketing Forum 15 maart een presentatie geven. Kan je heel even vertellen wat ga je over hebben en waarom mensen die naar ons nu luisteren moeten bij jou komen? Ja, natuurlijk. Ik ga de context vertellen waarbinnen wij de keuze gemaakt hebben om nieuwe vormen van communicatie in te zetten, ook voor business to business. Wat de uitdagingen daarbij zijn geweest, zeker ook wat de belemmeringen daarbij zijn geweest en hoe we daarmee om zijn gegaan. En dan wil ik graag laten zien welke resultaten dat gehad heeft. Welke zaken naar verwachting zijn gegaan, maar zeker ook de dingen die anders zijn gelopen dan wij zelf verwacht hadden. Okay. En wat je daar eigenlijk van zou kunnen leren voor je eigen business-to-business strategie. Oké. Dus niet alleen maar in de financiële sector, maar gewoon in het algemeen. Dat denk ik zeker, ja. Oké. Dankjewel, Marika. Graag gedaan.